Eindelijk thuis. Eindelijk klei onder mijn voeten in plaats van zand. O Allah, help mij bij mijn missie. Zorg ervoor dat mijn missie lukt. Hij ging aan land bij Saleh. Zijn bekend zeeroversnest waarvan Sultan Moesmoes de baas was. Jan ontmoette de Sultan in zijn paleis. De Sultan had het uiterlijk van een vrolijk vetgemest 60-jarig kind. Hij had van die samengeknepen ogen alsof hij altijd in de zon keek. Omdat Jan geen Arabisch sprak en de Sultan geen Nederlands, was er een tolk bij aanwezig. Ik spreek heel goed Nederlands. Smit dat ding. En dan komt je zoemies bezwonnen en dan doe smit dat ding. De Sultan is zeer verheugd met uw geschenk. Maar hij vraagt zich af wat hij hiermee aan moet. Zo. Ik heb een kalisjes lekker bij de buurt. Ik heb een kapijtje met mijn zoen. De Sultan is nog steeds zeer verheugd met uw geschenk. Maar hij begrijpt niet goed wat hij hiermee aan moet. Het is een tapijt om mee te vliegen. Vliegen? Jantje, kom. Zie. Good. Jantje. You're like my son. I want you to take over the business in the water. Sorry, my name is Murat. Oh, Murat, sorry. Murat, you're a very, very good person. And you work very, very hard. I need a good sailor like you. And that's why I want you to take over the business in the water. I want you to be the boss of the Navy of Saleh. You want me to be your vlootvoogd? Yeah, vlootvoogd. Gelukkig was het Jan wel gelukt om een struise Hollandse vrouw uit Nijmegen buiten te maken. Ene Marieke. De terugkomst in Marokko schonk Jan Marieke aan de Sultan. Marieke huilde. En barstte in woede uit. Dit is de druiper! Druppel! Ik haat Hollanders! Ik haat Agnoet Mies, goedemiddag! Jantje! Majesteit, mijn naam is Murat. Murat, weet je nog? Nee. Jantje, jouw naam is Jantje. Jij bent Hollander. Ik heb genoeg van jullie goed Hollanders. Ik wil jou niet meer zien meer hier. Zout erop! Majesteit, u kunt me toch niet de schuld geven van het mislukken van de onderhandelingen. De lachende staat-generaal. U moet niet alle Hollanders over één kam scheren. Nu word ik de dupe van een klein groepje rotte appels die het verpesten voor alle andere Hollanders. Dat is toch niet eerlijk?